Ze is een voorvechter, een ambassadeur en een pionier op het gebied van open onderwijs. En door haar is open onderwijs echt op de agenda gekomen. Hester is eigenlijk in alles open en verbonden. En als ik daar nog iets verder invulling aan geef, dan vind ik haar groots in haar bescheidenheid. Passie voor open onderwijs en ICT en onderwijs. Creativiteit, heel erg nodig, want het is een ingewikkeld domein. En doorzettingsvermogen. Dat zijn voor mij de kenmerken van Hester. Nou, Hester had gewoon ontzettend veel creativiteit. Ze had een visionaire blik. Wist ook naadloos trends te identificeren en de betekenis voor het Nederlands hoger onderwijs ook te vertalen, hè, en te achterhalen. Nou, ik denk zelf dat zij heel goed is in het verbinden van verschillende mensen. Dus mensen die van learning development zijn tot ICT'ers, tot bestuurders en managers binnen instellingen. En dat is een enorme gave die niet iedereen bezit. En die bezat zelfs geen ander. Nou ja, wat mij als beleidsmaker heel erg bijstaat, is dat zij ook heel erg goed de verbinding met mij en met ons bij OCW wist te maken. En dat heeft ons heel erg geholpen om uiteindelijk ook tot een brief aan de Tweede Kamer te komen, waarin wij vanuit het departement ook het kader hebben geschetst van hoe wij aankijken tegen de ontwikkelingen rond open en online onderwijs en hoe we die samen met het veld ook verder willen vormgeven. Ongelooflijk gedreven, ongelooflijk veel energie, maar verder ook gewoon een heel spontaan, vriendelijk mens met gevoel voor humor, waarvoor eigenlijk niks te veel was. Ze heeft mensen op Nederlandse schaal bij elkaar gebracht, maar ook internationaal mensen naar Nederland gehaald en ons mensen naar het buitenland gebracht. En dat heeft heel veel goed gedaan. Dat heeft de boel enorm op gang gebracht. Trendrapporten, die zijn in het Engels vertaald en die staan op literatuurlijsten van universiteiten, gewoon als verplichte literatuur. Nou ja, je merkt het in Nederland dat ze echt de Nederlandse bestuurders wakker heeft helpen schudden. Dat we aan de bak moesten. Dat er heel veel veranderingen op komst waren waar we op ons voor moesten bereiden. En dat bewustzijn heeft zij helpen kweken en daarna ook de mensen de instrumenten gegeven om daarmee aan de slag te gaan. Nou, wat anderen van haar kunnen leren is dat zij als geen ander het geduld en de tact had om mensen mee te nemen in de nieuwe wereld. Veranderen gebeurt niet zomaar, dat heeft tijd nodig. Sommige mensen hebben het nodig om 2, 3, 4 keer iets te zien of te horen voordat ze zien wat voor impact het kan hebben. En ze had dat als geen ander in de vingers om mensen daarin mee te nemen. En daarna waren dat de grootste ambassadeurs van deze beweging die we nu kennen. Ja, ze was gewoon uniek.